TikTok, we hebben het er vaak over. Maar dit wist je nog niet. TikTok is gedoemd om te falen. Wow, wat? Gedoemd om te falen? Serieus? Dat is nogal wat. Wat is er nou precies aan de hand? Het zit ongeveer zo. Een succesvol social media platform heeft goede content nodig. Dat trekt bezoekers, die consumeren content en daaromheen kun je ads laten zien en daarmee worden de platform en de creators betaald. Momenteel groeit TikTok nog steeds als kool en zijn er talloze zeer populaire content creators. Maar wij spotten daar een trend. Steeds meer van deze creators passen een strategie aan met hoe en waar ze te zien zijn. Maar waarom? Voor wie besluit zijn brood te verdienen met het maken van content, is het cruciaal dat er een verdienmodel achter het maken en distribueren van content zit. En juist daar gaat het nu mis. Want TikTok heeft een pot van $200 miljoen gereserveerd om contentmakers mee te betalen. Dat bedrag staat vast binnen hun TikTok Creators Fund. Dus hoe meer contentmakers er zijn en gebruik maken van deze Creators Fund, des te minder ze per persoon gaan krijgen. Bij YouTube werkt het anders en krijgt de maker 55% van alle advertentieinkomsten op een video. Dat bedrag kan bij een viral video aardig oplopen, omdat er dus geen plafond is. En daarom verleggen veel content creators hun focus naar YouTube. Een video op TikTok met 1 miljoen views levert maar enkele honderden euro's op. Terwijl dat op YouTube al snel duizenden is. En dat is een fundamenteel verschil tussen de twee platformen. En de reden dat er steeds meer creators ervoor kiezen om een strategie aan te passen. Want wanneer ze hun focus verschuiven naar YouTube, kunnen ze groei realiseren op een financieel rendabele manier. Het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, want dit gaat om longformat content. Maar zelfs bij shortform content op YouTube, de zogenaamde shorts, gaat YouTube binnenkort 45% van de advertentieinkomsten aan de makers uitbetalen. Zonder plafond. Daarom gebruiken steeds meer content creators TikTok als platform om een audience op te bouwen, om deze vervolgens over te hevelen naar YouTube, waar ze wel geld kunnen verdienen. Natuurlijk snappen wij ook wel dat TikTok de komende jaren nergens heen gaat. De omzet uit advertentieinkomsten is afgelopen jaar met factor 6 gestegen, en het platform zal nog flink blijven groeien. Maar dit is zeker geen toekomstgarantie. Want als zij niets aanpassen aan een verdienmodel voor die contentmakers, dan heeft TikTok op een gegeven moment wel een probleem. En dan tot slot gaan we voor de vraag van de week terug naar de traditionele media. Onze planners voor tv wordt vaak gevraagd: ik had iets meer primetime programma's gehoopt. Misschien kan daar nog naar gekeken worden. En ja, we kunnen zeker sturen richting primetime zendtijd. Je hebt keuze uit verschillende tijdvakpakketten, waaronder ook primetime. En we kunnen specifieke inkoop toevoegen om zelf de blokken te selecteren waar je wil adverteren. Het is wel goed om dit vooraf mee te nemen in een mediaplan in verband met de drukte, zodat we daar ook echt op in kunnen kopen. Houd er wel rekening mee dat primetime zendtijd duurder is dan de daytime zendtijd. Dat was weer de video-update van deze week. Volgende week zijn we weer. Vergeet dus niet te abonneren. Tot volgende week.